Het staat voor de 12-jarige Ties-arts uit Amerika als een paal boven water. Hij wordt later de grootste kippenboer van de wereld. Zijn kippenhobby begint al aardig uit de hand te lopen. Ik heb 30 legkippen, omdat ik wou graag kippenboer worden. Dus wou ik koeienboer worden, maar mijn vader vroeg of dat ik kippen wou. Dus toen zei papa, zullen we kippen gaan halen? Ja, wacht, ik zet hem wel even anders. Dus ik zei, ja, is goed, doe maar, dan kijk wel hoe ik het vind. En toen had hij kippen gekocht en toen bleek het heel leuk te vinden. En nu heb ik meer kippen. Ik verkoop ook de eitjes om meer te verdienen voor later. En ook voor nu, zeg maar. Stel je voor, ik wil wat nieuws kopen, bijvoorbeeld nieuwe kippen. Dan koop ik kippen bij van mijn geld wat ik heb verdiend met de eieren. Ik pak ze dan hier uit huisje. Dan pak ik mijn fiets. Ik zet ze in een mandje en ik fiets naar het dorp. En dan ga ik langs huizen vragen of dat ze eieren willen. Zo niet, dan willen ze niet. Zo wel, dan ga ik bijvoorbeeld de volgende keer als ik weer wil kopen, daar nog een keer heen. En kijk of ze dan weer willen, zodat ik meer vaste klanten krijg. Dat hou ik bij in een schriftje van mij. En zo kan ik zien wat ik allemaal per dag doe en hoeveel geld ik ermee verdien per maand. En zo hou ik dat allemaal bij in mijn schrift. Ik heb een huisje voor aan de straat staan. En daar ik heb een visitekaartje gemaakt waar mijn nummer op staat en mijn huisnummer. En dan kunnen ze komen, eitjes halen, geld in het potje stoppen en weer door. En later, hoe zie je het dan voor je? Ja, dan wil ik eigenlijk een groot kippenbedrijf. De grootste van Nederland wil ik laten worden. En daarom ben ik nou bezig om allemaal geld bij elkaar te verdienen.